Danny Buijs had wat oneenigheid met het bestuur over het hoofdveld en wie daarop mocht spelen. Maar de vrede is getekend en Jong Sparta speelt op dat hoofdveld tegen Kozakken Boys. Met de eerste kans voor de ploeg van Spangen van het kasteel met de doelman. Arends die daar de nodige moeite heeft, maar Dervi Zoglu komt niet op tijd. Dan Kozakken Boys met El Azouti. De overtreding is daar van Martis. En dus de vrije trap voor Kozakken Boys. Abdul Samet Abdullahi is de man die achter de bal staat. En die doet dit voortreffelijk. Over de muur. En dan heeft Kranings, de doelman van Jong Sparta, het nakijken. Ziet die bal heel laat komen. De muur blijft staan, springt niet. En dus is het 1-0 voor Kozakken Boys al vroeg in de wedstrijd. 19e minuut. En Kozakken Boys gaat door met het schot van Leon Bot. En daar is de redding dan van Kranings. Moreira. Moreira nog altijd. Houdt het overzicht. En daar in het verre hoekje prikt hij hem uitstekend binnen. Zijn tweede, Abdullahi. Hij stond tot nu toe op niet zoveel doelpunten. Had er één. Maar nu is het zijn derde van deze competitie. En de tweede van vanmiddag. En dus Kozakken Boys, dat vorige week ook al won van koploper Katwijk, doet goede zaken. Met weer Mendes Moreira. Door de benen van Kranings. 39e minuut. 3-0 Kozakken Boys. En wordt dit dan de ploeg die het Katwijk in de rest van deze competitie in de tweede divisie nog lastig gaat maken in de strijd om de titel. Niets aan te doen voor de doelman van Jong Sparta. Door de benen in de verre hoek. En dus 3-0, het is ook de ruststand. En in de tweede helft zien we dat Kozakken Boys verder wil met waar het mee bezig is, doelpunten maken. Jong Sparta moet wat terug doen. Marveld terug naar Kranings. Maar dan het foutje, overzicht van Bot. Mendes Moreira, ja, en zo doe je dat. Ook hij met zijn tweede treffer van de middag. Het begint allemaal bij die doelman Kranings die de fout ingaat. Bot houdt het overzicht en dan is het Amad Mendes Moreira met de 4-0 voor Kozakken Boys. En dan is Sparta op weg naar zijn grootste nederlaag van deze competitie. Sparta dat Duarte bracht hier aan de bal. Daar wat ruimte bij Stijn Spierings. Die komt met de voorzet, Duarte. En dan valt hij toch voor de voeten van Dervi Zoglu. En betekent dat voor hem zijn vierde doelpunt van deze competitie. De inzet is van Duarte, de redding nog van Arends. Maar de treffer komt op naam van Dervi Zoglu. Kozakken Boys wint met 4-1 van Jong Sparta.